Dit is al een heel oud verhaaltje. De Bremer stadsmuzikanten. Er was eens een oude ezel. Hij woonde in een klein dorpje een paar kilometer verwijderd van de grote stad Bremen. Hij had zijn hele leven hard gewerkt voor zijn baas, zonder te klagen. Maar nu hij oud was geworden, kon hij niet meer zulke zware lasten dragen of lange afstanden lopen. De ezel vond wel dat hij een gelukkige oude dag had verdiend, maar hij wist dat zijn baas hem naar de slachter zou sturen. Daarom brak hij op een dag het touw waaraan hij was vastgebonden en ging er vandoor. Mijn hele leven heb ik mijn baas trouw gehoorzaamd. Nu ga ik doen wat ik zelf wil. Ik ga naar Bremen om muzikant te worden, zei hij. De ezel had nog niet zo ver gelopen toen hij een hijgende oude hond langs de weg zag zitten. De ezel stond stil en besnuffelde de hond. Je ziet er moe uit, ouwe jongen, zei de ezel. Moet je nog ver? De hond zuchtte diep. Ik weet het niet. Ik ben juist weggelopen van mijn baas. Hij was van plan me dood te schieten omdat ik te oud ben voor de jacht. Met mij is het precies zo gesteld, zei de ezel. Ik ben weggelopen om aan de slachtbank te ontkomen. Nu ga ik naar Bremen om muzikant te worden. Waarom ga je niet mee? De hond was blij dat hij eindelijk een vriend had gevonden. En samen gingen ze verder. Na een bocht in de weg zagen ze een kat zitten, bijna te moe om zichzelf schoon te likken. De kat had ook een droevig verhaal te vertellen. Ik was altijd een goede muizenvanger voor de boer, zei hij, maar nu ben ik niet snel genoeg meer voor de muizen. En de boer zei dat hij me zou verdrinken. Ik ben er meteen vandoor gegaan. Alle katten kunnen zingen, zei de hond. Ik hoorde ze vaak 's nachts. Waarom sluit je je niet aan bij ons muziekgezelschap? We gaan naar Bremen om met muziek de kost te verdienen. Wat een goed idee, zei de kat. Ik was al bang dat ik zou omkomen van de honger. En zo gingen de ezel, de hond en de kat verder. Ze praatten 100 uit over hun toekomstplannen, toen ze plotseling op een muurtje een treurige haan zagen zitten. De mensen vinden niet meer dat ik mooi zing, vertelde de haan. En morgen gaan ze me de nek omdraaien en in de soep gooien. De drie dieren vonden de haan juist echt een aanwinst voor hun muziekgezelschap. Met zijn vieren gingen ze verder op weg naar Bremen. Het werd langzaam donker. En de dieren gingen op zoek naar een plekje om de nacht door te brengen. Ze liepen een bos in. Plotseling zag de haan wat licht schijnen door de bomen. Misschien is daar een huis, zei hij. Waarom gaan we niet een kijkje nemen? Misschien is er wel wat te eten. De anderen leefden meteen op bij de gedachte aan voedsel. De kat ging de andere drie voor. De haan had gelijk. Al gauw zagen de dieren een huisje op een open plek in het bos. De ezel ging bij het raam staan en keek naar binnen. Rovers, fluisterde de ezel naar zijn vrienden. Ze vieren geloof ik een feestje. Er staat een berg eten op tafel. En als jullie die bergen goud en juwelen eens zagen. Ik zou wel naar binnen willen, verzuchtte de hond. Heel veel eten en een goede slaapplaats. Ja, dat zou heerlijk zijn, viel de haan bij. Maar hoe kunnen we binnenkomen? Ik denk dat ik daar wel een oplossing voor weet, zei de kat met een knipoog. Luister maar. Nadat de kat haar plan had uitgelegd, vormden de dieren een toren. De hond sprong op de ezel, de kat klom op de rug van de hond en de haan ging boven op de kat staan. Zo gingen de dieren naar het raam. En toen, op een teken van de kat, begonnen ze alle vier op volle kracht te zingen.
Het lawaai was verschrikkelijk. De rovers schrokken zich wezenloos. Krijsend en brullend sloegen de dieren het venster in. Help, monsters, riepen de rovers. Al het eten en de stoelen vlogen door de lucht. Zonder te kijken wat er nu eigenlijk aan de hand was, gingen de rovers er vandoor. In een oogwenk waren ze verdwenen. De vier dieren lieten zich de achtergebleven maaltijd goed smaken. Ze aten en aten tot ze geen kik meer konden geven. Daarna zochten ze allemaal een plekje om te slapen. De ezel vond op het erf een pak stro waar hij zich op zijn gemak kon uitstrekken. De hond ging bij de deur liggen met zijn kop op een oud kussen. Het haantje vloog naar de hanenbalken onder het dak en de kat zocht de warmte van het vuur op, ging liggen op het haardkleedje en rolde zich op tot een zacht bolletje. Ze waren alle vier uitgeput van een lange dag vol inspanningen. Eén voor één vielen de vier dieren in slaap. Ondertussen stonden de rovers in het bos bij het huisje. Ze vonden dat ze wel erg snel waren weggelopen, want daarmee waren ze ook hun roversbuit kwijt. We weten niet eens precies waar we zo van geschrokken zijn, merkte de eerste rover op. Misschien is het beest alweer weg, bedacht de tweede. Eén van ons moest maar eens een kijkje gaan nemen, zei de laatste. De jongste rover werd aangewezen. Ga jij maar, zeiden de anderen. Een beetje zenuwachtig kroop de jongste rover door het struikgewas. Toen sloop hij op zijn tenen naar het huisje. Hij opende de achterdeur en gluurde naar binnen. Op de tast zocht de rover een weg door het huisje. Hij sloop door de kamer, maar struikelde plotseling over een stoelpoot. Hoewel hij nog juist zijn evenwicht kon bewaren, schrokken de kat en de hond wakker. Ze bleven allebei stil liggen, maar de kat opende haar ogen. Toen de rover de ogen van de kat zag oplichten in het donker, dacht hij dat het de gloeiende kolen in de haard waren. Hij dacht, als ik een zwavelstokje bij de kolen houd, heb ik tenminste wat licht. Hij zocht in zijn zak naar een zwavelstokje. Zonder geluid te maken, sloop hij naar de haard en stak het stokje in het oog van de kat. De kat begon boosaardig te sissen en sprong op de rover af. Terwijl de rover probeerde zichzelf uit de klauwen van de kat te bevrijden, kwam de haan aanvliegen om het gezicht van de rover met zijn vleugels te bewerken. Schreeuwend van de pijn probeerde de rover naar buiten te komen. Maar de hond sprong voor zijn voeten en beet hem hard in zijn been. Eindelijk wist de rover de voordeur te bereiken. Op het erf stond de ezel hem op te wachten om hem nog een trap na te geven. Boem! Kreunend en kermend rende de rover er vandoor om zich bij zijn kameraden te verschuilen. De haan vloog weer naar de hanenbalken en kraaide triomfantelijk uit volle borst. Kukkelukku! Kukkelukku! De jongste rover vertelde zijn vrienden wat hem was overkomen. Het huis is bezeten door monsters en spoken. We kunnen niet meer naar binnen. Kijk maar naar mijn handen en mijn gezicht. Een boze geest greep me plotseling in zijn klauwen. En toen ik probeerde me te bevrijden, vloog een ander spook uit de nok van het dak en ging me te lijf. Toen sprong een donkere schim tevoorschijn die me met een mes in mijn been stak. En buiten op het erf was een geest die me een enorme klap gaf met twee knuppels, zodat ik door de lucht vloog. En toen ik er als een haas vandoor ging, hoorde ik nog een vreselijke stem roepen: Ik heb je nu! Ik heb je nu! Na deze gruwelijke nacht durfden de rovers niet meer naar hun huis terug te keren om hun buit te halen. Ze durfden zelfs helemaal niet meer te stelen. De kreet, ik heb je nu,
had de rovers aan het denken gezet. Stel je voor dat ze werkelijk eens gepakt zouden worden. En daarom besloten de rovers dat misdaad niet loont. De dieren bleven nog jarenlang wonen in het huisje in het bos. Maar naar Bremen gingen ze niet meer. En hun muziekcarrière gaven ze al na hun eerste uitvoering op. Dit ene grote avontuur was genoeg voor ze. En daarna leefden ze nog vele jaren gelukkig en tevreden. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Dag!